Het is geen fabeltje. De kosten van het verwerken van teruggestuurde kleding zijn vaak zo hoog dat het voor grote bedrijven goedkoper is om het te vernietigen. Ieder jaar gaat het alleen al in Nederland om meer dan 1 miljoen kledingstukken die verbrand worden of in de shredder belanden. Nou, hier is onze verwerking dus. Hier zie je als we het gebaald hebben naar de kwaliteiten. Hier staan alle onze commodities. Karton, kraftkarton, duplex, geschredderd archief, lichtkleurschrijf. En hier zie je een voorbeeld van productvernietiging. Kleding. Kleding, juist. En hoeveel is dit? Nou, zo'n baal doet denk ik qua gewicht 600-700 kilo. Dat kan op pallets aangeleverd worden, afhankelijk van wat de reden is van de klant. En dan zie je dus... Oh ja, knuffels in dit geval. Zo'n knuffel, om welke reden dan ook, gewoon niet op de markt mag komen. Dus die halen wij door de shredder. En dan zie je op een gegeven moment het product weer zo terugkomen. Ja, dat is wel een heel zielig konijntje. Een zielig konijntje, ja. En uiteindelijk zal het gebruikt worden om als opvulling bij sportattributen weer hergebruikt te worden. Dit is dan allemaal nieuw? Dat kan divers zijn. Er kunnen ook nieuwe goederen tussen zitten. En ja, dat is aan de opdrachtgever om ons te verzoeken dat te vernietigen. Merk je dat de retouren, dus wat we allemaal terugsturen en alle pakketten die we versturen, dat dat voor jullie ook een belangrijkere tak van sport is geworden, ja, door de jaren, het vernietigen daarvan? Ja, ja. Je ziet dat wij, waar wij primair archiefvernietiging deden, dat staat daar. Het residu, gesnipperd papier, dat alle integriteit wordt uit het materiaal gehaald. Die stroom is echt dalend. En tegenwoordig zien we steeds meer vraag aan productvernietiging. En daarbij is ook bij productvernietiging e-commerce goederen zijn een onderdeel van het aanbod. Ja, van webshops. Ja, dus. Ja. En wat zie je allemaal voorbij komen? Nou, dat kan heel divers zijn. Kleding, shampoos. Allerlei soorten producten. Heb je soms, want je zit al jaren in dit vak, maar heb je soms niet als je zo'n doos ziet staan vol met gloednieuwe spullen, ja, dat je denkt, wat zonde. Ja, maar zonde. Ja, dan moet je weten wat de reden van vernietiging is. En ja, dat is aan de opdrachtgever. Welke redenen zijn er? Nou, dat kan zijn merkbescherming, uit het overtallige goederen. Die zijn zeer divers. Maar ja, het is aan de opdrachtgever om ons te vragen om dat te vernietigen. Dus je vernietigt het. Ja. Op onze basis van onze certificering kunnen we dat vernietigen. Maar als consument zelf, als je die gloednieuwe spullen soms ziet staan, denk je dan niet, oh jeetje, ja, dit had zo nog verkocht kunnen worden. Ja. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat horen we heel vaak. In het begin, als je dat voor het eerst meemaakt, dan is dat inderdaad zo. Maar op een gegeven moment leer je gewoon te accepteren dat die opdracht er ligt om te vernietigen. En dan proberen we dat zo duurzaam mogelijk te doen.